Suriname heeft als eerste land de conventie met betrekking tot de rechten van ouderen in de samenleving geratificeerd. Ook is Suriname gekenmerkt als succesvol voor het serieus aanpakken van de rechten van de mens. Dat wil zeggen dat het land voldoet aan de vereisten die nodig zijn voor het tegenwerken van mensenhandel. Deze informatie deelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren tijdens een persconferentie. Ramdien kenmerkt dit als een mijlpaal omdat het streven van de regering is te werken aan duurzame stabiliteit. Omdat we niet willen een situatie willen hebben waarbij de landen in deze regio met name het gevoel krijgen dat we personen binnenbrengen, maar die niet hier blijven, maar dan doorgaan naar een ander land. Dat willen we niet hebben. We hebben dat goed in de gaten gehouden, maar we hebben ook die besluiten genomen. Dus wij zijn blij met deze, zeg maar, categorisering. Voor Ramdien is het belangrijk dat er blijvend gewerkt wordt aan het corrigeren, verbeteren van Surinames reputatie op internationaal gebied. Dat er nog werk aan de winkel is, is voor de bewindsman reden genoeg om de maatregelen blijvend aan te scherpen, om zo verder te komen dan we nu zijn. Alhoewel we nog veel werk te verrichten hebben, maar er is een opgaande trend naar verbetering. En dit zal allemaal aantrekkelijk zijn, ook voor de internationale gemeenschap die wil investeren in Suriname of hier die zich wil vestigen. Voor het doorslagen hiervan wordt ook gewerkt aan het opzetten van een Nationaal Mensenrechteninstituut, besluit Ramdien.